Marius, welkom hier. Dat is van de august, de 21ste. Zeer schöne dag. En wat waren een zeer warme dag zijn. En Emmerhan, dank schön voor dit wat ik checken. En van der wil ik een beetje van wat reden wil. Ik met problemen ha en schwierigheden en ik weet anderen ook. En nu dacht ik, ik wil een beetje van reden. En dat is, van een van de schwere tijden gaat, dan proeft zich dat eens maar met een zin geloven. Ik had het design nu in de laatste tijden, dat is nog immer al gewonnen, maar de laatste tijden heb ik er een beetje alle gemaakt. Er zijn mensen wat er gestorven zijn, een accident, of handvlecht kreef, of handvlecht in de familie hingen lopen. En gewoon een zeer schwere tijd. Zijn vielleicht Bern im Bad oder im Hospital im Bad, haben viel bei dir gelähmt oder blind oder was immer du machst. Gut, der ist eine sehr schwere Zeit. Und dann fragt er sich so viel an Gott, wo bist du? Wo lässt du dir tun? Und wie kann Gott seine Gedanken nicht lesen? Und heute hat er gesagt, seine Gedanken sind viel härter als andere. Und heute hat er uns gemerkt für sich, wie kann hier nicht bloß für uns leben. En dat leven is hier gemerkt voor ons dat we God eren doen en God de loven en prijzen. En wanneer we ze kijken doen, hierop en hier in de Bijbel, dat je denkt, dat is een zware tijd. God de leidt de vriend de wel met hem. En hierop je een zeer gerechte man, die leeft voor God. En dan dat God hem proeven zijn wil. Wie hij moet met zijn geloven gaan. En dan verloor hij erin alles. Zijn ganze wirtschaft, zoals in Kenia, alles verloor hij. En dat blijft God er weer dan terug. En dat ligt dan nog niet toe. Die vindt die wil nog meer aan hem schaffen. Die wil aan proberen te gewinnen. Maar dan lijkt God hem nog de wel met zijn gezondheid wegnemen. Dan kreeg hij doodschweren en een grote video. Van kop uit ieder feit zegt dat. En dat blijft dan ook nog terug. Zoals in de vroeg zei, op een mens vliegt God mal uit en stof bloos mal. En nu, hij blijft terug, hij zei met nus zeggen deze wereld neem je komen. En met nus wordt deze wereld verloten. En God heeft gegeven en God heeft genomen. En hij prijst en loeft God te wegen. En wat zo zal je weer dan ook? Ik weet dat is niet leeg. Ik heb een vriend die God kreeg. En ik had ook wat gewist, en als ik hem trof, dan had hij de weg verloren naar vroeg, en was hij krank weer, of zo, dan zei hij wat kreef. Dan zei ik, ik moet voor hem beden dat God hem mocht gezond maken, dan zei hij, kost wel ik over. Ik moet het veel meer rekenen, want die leeuwers beden dat ik moet God zijn welen aannemen. En dan weer mij dat weer opvallend. Maar nu hier dacht ik zo, van een zich kan hand geven en zeggen wat God wil gaan, dat wil wie ook. Wie kan ons leven niet onlangeren of anderen ohne God? God is in controle. En wat ik dat veel ook zo speer dat God is niet door, die heeft ons verloten of vielleicht in de ring gedreht en wie kan beten en praten en doen. En dat speert zich zo, de geduld die redt af, over God is de weg met ons. En waar we bloos niet opgeven. Dat leven is zeer kort hier. En wanneer we dan ook zware tijden moeten doorgaan. 2 Korinther kapitel 5. Daar reed je dat van. Excuse me. Daar reed dat van. Wie zijn op deze eerd bloos. Een zeer klein stiltje. En God heeft ons een stede eruit gemerkt in hemel. Een zeer, zeer fijne stede. Daar wordt China bij jou zijn. China troon zijn. En daar wordt dat Emma schijn gaan. En zolang als wij dan hier leven. En ik weet echt haar. Vele jaren zijn voor mij geleefd. We hebben ons weer immer wichtig dat ons het schijn ging en we hebben gereisd. En dit en dat en dat heb ik zeer schijn gegaan. Maar zeer vierten zijn ik voor jeden dankbaar te zijn. God heeft ons geleid en gevierd en gezegd. En vele moels heb ik voor jeden dankbaar te zijn. En God is er weer terug geweest. En ik wil nu ook onhoudend blijven. Ik krijg nu waar nog moe der schwere tijden gaat. Nu wil ik wel die God terug zijn en
nog dankbaar zijn. Graag niet van op alles aardig heb. Van de weer gestorven is, ik had het nu nog waar deze week zijn. En een van mijn vrienden zijn nog te dood gekomen in een accident. En een dag is de raam en niks nacht is er waar. Toen is het zo wichtig dat we eruit zijn, alle dagen eruit zijn. En wel we God die geven en wel we dankbaar zijn. Zij afhaken, als het schwer dankbaar te zijn. Waar dan zo maar uitkijken deed en dan wel vielleicht schwind een beetje stort voor naar Wuhan, een kwak of wat immer. Haf een vielleicht twee platen reifen om fertig, of die huing die haan die worstelen erop gereten. En blad ingezudeld alles, nummers die feiers uitgebreken en gewaden, en schmatten gewaden, gongs die niet gebracht, alles waar. Fransje haf vielleicht een drank immer angestelpt, wie weet, een grote schwinderie gemerkt. Wat immer du is, vielleicht wer je sterven waren, of jemand haf ons vielleicht beledigd. Aber man alles is immer wat geldet. Wie kan immer wat fängt zum dankbaar zijn? Einzimmer is het leichtes onderdeel, aber wenn wir dankbaar zijn en tevreden zijn, dan geht het dankbaar scheinen. En dat grootste ding is, wenn wir ons kunnen haben leben, wat immer wir wollen, nu Gott zijn willen freuen. So gut, Jesus, als hij du. Du am Gordon Gethsemane wir die Nacht bevor Eierse am Kreuz nähelten, dann wird ich so sein, dass Gott am Soll, sein Vater am Soll das wahrnehmen, dass er nicht dürft, du am Kreuz sterben, aber er sieht dann immer heran, nicht mein Willen, aber Gott sein Willen. Und Gott hat das so gemerkt, dass sein Sehen, der Soll sterben am Kreuz für uns, und das deut er auch so viel leibhaftig für uns. En wat ik de film zo speert, hij is niet door, wat je er is. Ik heb een beeldje zijn voor die meer, door mijn zoon, dus dat is plus een paar sporen zijn door de lijn. En dan zag ik toen een film van het zeer schwer is en een ze kijken dat, wat is er dan plus een paar sporen? Ik dacht, God, du bist je allemaal met ons. En dan zag ik, God, door wo die plus een paar sporen zit, door heb ik die gedreigd. En wat je nu hier, wanneer dan moet terugkijken deed, dan kan dat beter zijn. Waar God hem heeft gevierd en geleerd en gezegend. En waar we bloos standhaft blijven, zoals hier op tijd en de Bijbel, Job. Waar we moedig weer. En waar we ook zijn andere mensen moed uit te spreken. Weet je, wanneer een der schwere tijden gaat en een bij geloven blijft en sterk blijft. Dat zijn mensen die passen bij hem op, die beobachten hem. En wanneer dan sterk im Glauben blijft en zich op God verlaat, die zijn dat, weet je, en die kunnen ook moed voelen. Die worden ook sterk im Glauben. Zo, dat kan ook zijn in de Bijbel, waar Paulus en Silas, die werden in het gevangenis neergeschmeten. Die hadden die dan nog zeer verschleerd en dan hadden ze die nog in zijn blok, in feit feit neergesloten, dat die ook niet worden weigeren. Dus verbreken, ja. En dat deden ze voor Jezus. En dan steden er jongen hier en ze kijken wat schlagzijd houden, daar zongen ze door en prijzen God. En dan klap 12 ze over, dan weer nog een grote eerbeben en dan sprong de deuren alle op. En dan die wachten door in de gevangenis, die hebben er wat geschoven, die luie blusten weer alle uitgekleefd. En dan wil hij zich dat leven doornemen en dan zegt Paulus, wow, dat die niet wei, wie zijn hierin alle, dus kunnen uitgekleefd. In dit moment is het toch wel zeer wichtig was. Die kampt door en knijt zich door voor Paulus aan. En hij bekeert zich door. En zo gaat zijn hele familie. En hij wordt er nog getauft. En zo schijnt het dat door. En weet je, vierten waren dat een zeer schwere tijd is voor een dergelijke. Eensmaal broek gaat dat. Tum andere halen. Vielleicht andere tum licht brengen. Of motor spreken. Zo. Voor alles is wat geldt. Zo. Ik wil je een toedoeden. Blieft. True en kruinen wat schwer het is, willen we niet opgeven. Dat leven is zo hard en dat is zo wichtig dat we eruit zijn alle dag. Want een dag zijn we ook weg en die sterven maakt voor alle, dat is ons vee geschreven. Zo mocht God je zegenen en ik hoop dat dit weer je kan eerst weer moed brengen en wanneer dat dan prijs God of je. En ik wil nog zeggen, zeer dankjewel voor de comments wat je mij veel hebt geschreven. Dat brengt me ook moedig, dat geeft me zeer schijn te lezen. En zeer dankzij. En dat ene programma wat ik nog verhaal met hem zeggen is dat naam zich eigen aan. En daar kan het ook zijn, wanneer het ook veel slaagt in de wereld, ja, daar kan het allemaal waar zijn. Daar komen nog allemaal waar mensen
de Jezus bekeren zich en die geven er zegenis erop. Dat wonder schijnt te kijken. En Emmahan, door wat veel geld te doen nog in deze wereld, maar dat veel diester zit. Jezus, de helle Jezus, de schoof Emma. En ik, mijn beden, je wens is ook dat die worden zeer moedig blijven en andere ook moeten spreken. So, nächste Mal, zeer dank zijn, hasta la vista.